Woudenberg heeft volgens mij hetzelfde shirt aan als Michael de Leeuw. Heeft ook Michael de Leeuw achter op zijn shirt staan. Dus hebben we twee nummers, 23 de Leeuw. Kijk, nummer 23, links achterin. En dan ook nog daarvoor in, nummer 23. Daar komt de bal niet, maar wel bij Kabangu. Die de eerste kans van de wedstrijd krijgt. Kabangu, die de laatste twee wedstrijden wist te scoren. Dit is het moment voor Woudenberg om het goede shirt aan te trekken. Ja, daar is Kabangu. En weer Bakker. Woudenberg. Toch elke keer gevaarlijk. Als er twee in de buurt van dat doel van Almere komt. In Bombe. Daar kan Racing niet bij. Kabangu naar Svensson. Akuyobi. Die wil het gaan proberen, Akuyobi. Gaat het proberen. Maar die bal was gevaarlijker voor de mensen daar op het businessterras dan voor de keeper van Willem II. Pascu. Limbombe gestart. Hilterman kiest positie. Limbombe tegenover Dammers, buitenom. En bij de tweede paal Hilterman. Ja, daar zit een verraderlijk effect aan die bal. Het zou best wel eens door de wind kunnen komen. Ineens ging alle tempo uit die voorzet van Limbombe. Waar sowieso al veel effect aan zit. De inzet van Hilterman uiteindelijk gepakt door Lamproe. Limbombe, Pascu met een metertje of twee ruimte. Hilterman uit de draai. Hilterman scoort. Toch weer Jerdy Hilterman. Voor de vierde wedstrijd op rij. En hier profiteert Almere eigenlijk van een paar slordige minuten bij Willem II. Dat een paar keer onnodig de bal inlevert, over de zijlijn speelt. En zich hier makkelijk laat uitspelen. Pascu, nee, Hilterman die draait weg. De Leeuw. Oh, goede bal. En Svensson. Geraakt door Akuyobi. Pascu krijgt hem bij Hilterman. En Hilterman krijgt hem bij Pascu. Pascu verrassend geschoten. En Lamproe met de redding. Tijd genomen voor deze corner, Limbombe. Oeh, die schiet door en daar gaat Peña hem voor het intikken. Almere en spelervattingen. Dat is wel een succesverhaal. Vrije trap Owusu. Blok de bol en stuit de bol van Jesse Bos. Nu ligt er ruimte. Pauwels. Hij had die bal moeten geven, Maarten Pauwels. Nu komt hij alsnog bij Alhaft. Alhaft naar zijn rechter. En maar net naast. Zegt niet voor niks, er gebeurt bijna altijd wat als deze Alhaft aan de bal komt. Bal erin geslingerd. Pauwels en Hoornkamp die hem aan Jong geeft. Dat was totaal niet de bedoeling. Maar wie weet. Mathieu. Ruim naast. Heel ruim naast. Echt grote uitgespeelde kansen heeft Willem II niet gecreëerd. Na rust. Almere voelt die behoefte al een tijdje niet meer om voor nog een doelpunt te gaan. Die gokken erop dat die 1-0 voldoende gaat zijn. Hoornkamp wint het van Jacobs. Bal opgepikt door Mathieu. En schot gekraakt. En bij Willem II willen ze een penalty. Dani Mathieu die wil uithalen. Dat lijkt mij niet voldoende voor een penalty. Almere wint met 1-0 dankzij dat doelpunt van Jerdy Hilterman. En zo is Almere voorlopig de nieuwe nummer 3 van de keukenkampioen divisie.